we mogen toch stellen dat werkelijk alles fout gegaan is. Hij heeft gekozen voor een veteraan, een doel die geen enkel punt gepakt heeft. Alleen maar ballen doorgelaten. Dan zeg je, het zijn geen blunders, maar ze waren wel houdbaar. Dan heeft hij voor Van Aanholt gekozen omdat hij dacht dat hij beter was dan de jongen van AZ. Bleek ook niet waar. De Roon heeft voor het evenwicht tegen drie bananenrepublieken meegedaan. Waarom, weet niemand. En heeft niets toegevoegd aan het elftal. En dat anderhalve balletje wat hij afpakt, heb je ook niks aan. Dan heeft hij Berghuis... Hij is wel nuttig. Ontzettend nuttig. Hij is ontzettend nuttig. Ja. Berghuis heeft hij volkomen genegeerd. Terwijl dat een van de weinige jongens was die een uitstekende competitie achter de rug had. Weghorst, die hebben hem door zijn strot moeten duwen als spinshitter. En toen hij hem eindelijk nam, maakte hij een basisspeler. Is hij totaal ongeschikt voor. Nou, dan neemt hij Promes mee, die laat hij invallen. Ja, sorry, het is gewoon een bankprestatie. Het 5-3-2 systeem wat hij ja, op een maar als, dat, als een systeem goed functioneert, dan vind ik een systeem helemaal niet relevant. Ieder goed functionerend systeem is functioneel. Maar hij heeft het een soort heilig verklaard. Want er waren allerlei aangelegenheden om te zeggen, nou schakelen we over naar twee vleugelspitsen en een centrumspits. Ja, hij zei ook dat hij op het punt stond om te gaan wisselen naar een 4-3-3. Ja, toen het gebeurde allemaal. En daarbij, weet je wel, het was ook een soort stuntelaar in de hele aanloop. Het volk heeft geen vertrouwen in hem. De man heeft geen verhaal. Nee, het is niet het boegbeeld van de KNVB die het Nederlandse voetbal moet uitdragen. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainside.nl. Doei!